Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Straks in de podcast een gesprek, een dubbel gesprek, met Amanda Kluveld en Eli Sapir, de schrijvers van het artikel over jodenhaat in Nederland en eigenlijk in andere Europese landen. Wat nogal een impact heeft gehad, hebben we gemerkt, tot in de politiek aan toe. Dus dat belooft een zeer interessant gesprek te worden. Maar nu eerst even het weer, zoals gebruikelijk. Ja, wat moet ik zeggen, het is bloed en bloedheet. Het is 38 graden gevoelstemperatuur, zo niet hoger. Hangt er vanaf waar je bent. De vochtigheidsgraad ligt tussen de 65% en 70%, dat is vrij hoog. Dat maakt het extra warm. En er wordt gewaarschuwd voor extreem hoge UV-straling. Ja, dat hebben we al in de gaten. Die zit op 9 minimaal. Dus dat is ook behoorlijk hoog. En ja, Joop draagt zijn hoedje dus altijd. En voor de rest korte broeken en t-shirt. En binnen blijven bij de airco zoveel mogelijk. Kan je zeggen, ook Mickey houdt hier niet van. Want als ik 's middags rond 4 uur met hem naar buiten ga, wil hij niet verder dan de tuin. Er is hij in 3 minuten met zijn plasjes klaar en dan zegt hij, Joop, laten we maar weer naar binnen gaan, het is me te heet. En de rest doet hij dan 's avonds. Maar goed, nu eerst het nieuws. Ja, het wordt geen vrolijke podcast, kan ik je zeggen. Want de dingen die gaande zijn, ja, het maakt je niet echt vrolijk. Laten we het eerst hebben wat op Israël nieuws staat. Daar heb ik een artikel vanmorgen neergezet over de Firefly. De Firefly is een hele kleine drone met een bereik van 1,5 kilometer. Die kan 350 gram explosieven met zich meenemen. Dat betekent gebruik in druk bevolkte gebieden. Hij vliegt door ramen, hij vliegt door kleine openingen. Heel gericht, wordt op afstand bediend door een militair die dat gewoon op een met een afstandsbediening met screen regelt. Er staat ook een video bij, echt heel interessant. Het is een Israëlische uitvinding van Rafael. En die wordt gebruikt in Gaza, kan ik je zeggen. En mocht daar protesten tegen zijn, de bestellingen uit het buitenland kunnen bij Rafael, kunnen ze eigenlijk amper aan. Want dat ding wordt met duizenden tegelijk besteld. En dan een video over de operationele activiteiten van de IDF in de hele Gazastrook, want die gaan gewoon door. Maak je me niet bezorgd, naar aanleiding van inlichtingen die wijzen op aanwezigheid van terreurinfrastructuur van Hamas en Islamic Jihad in het gebied van Rafah. Inlichtingen waar terroristen zich bevinden. En inlichtingen waar wapendepots zich bevinden. Men gaat gewoon door. De video's wijzen het uit. En dan iets heel opzienbarends gebeurde gisteravond. De aftredend IDF-commandant van de westelijke Jordaanoever, die had stevige kritiek op de leiders van de kolonisten, omdat ze het geweld op de westelijke Jordaanoever niet in toom houden. Het is voor het eerst dat een hoge militair zich zo uitlaat over, laten we maar zeggen, de heren Ben-Gvir en Smotrich, zonder dat hij de namen noemde natuurlijk. Maar wat hij zei, het staat letterlijk vertaald in israelnieuws.nl. Want eigenlijk komt zijn kritiek erop neer dat ze de normen en waarden, die kolonistenleiders, die ze hun kinderen bijbrengen, niet bij hun volgers bijbrengen. Want die laten ze gewoon hun gang gaan in het vernielen van Palestijnse eigendommen. Lees dat hele artikel, want het is echt opzienbarend. En dan, wat ook opzienbarend is, ik heb het vertaald uit het Hebreeuws, een video die vrijgegeven is door de familie van Daniela Gilboa, die nog steeds in handen van Hamas zit.
En volgens die familie maken ze uit de video op dat ze zich in een zeer moeilijke mentale toestand bevindt. Ze moet zeggen wat haar is opgedragen door die beesten van Hamas. Maar haar moeder, die haar het beste kent, die hoort de verborgen boodschappen in de manier waarop ze spreekt. En ja, je gaat je afvragen hoe vaak is dat meisje verkracht, vernederd, mishandeld. En hoe lang moet ze dat nog doorstaan? Het is echt verschrikkelijk. Ik heb de video, alhoewel in het Hebreeuws, ook in het artikel gezet. Want de beelden van dat meisje, het zegt meer dan genoeg. Echt, daar hoef je geen taal voor te kennen. Echt niet. Ga dat lezen als je het aan kan. Ja, en dan de regering. Die bevindt zich in een moeilijke positie. Nou ja, en dat zeggen we al een hele tijd. Maar meneer Ben-Gvir heeft het lont in het kruidvat gegooid gisteren. En daar zullen vele Israëli's blij mee zijn, kan ik je zeggen. Even een slokje water. Want meneer Ben-Gvir heeft een wet die Shas wilde door de Knesset halen. Die hebben ze getorpedeerd. Want, zegt hij, ik ga daar niet voor stemmen, zolang ik niet in dat veiligheidskabinet kan zitten. Nou, hij weet één ding schijnbaar niet, dat is hem ontgaan, dat oorlogskabinet bestaat niet meer. Dat is al opgeheven. Maar hij schijnt daar toch nog in te willen zitten. En hij gaat dus overal tegenstemmen waar hij maar kan tegenstemmen. Die man die moet gewoon zo snel mogelijk deze regering uit. En die hele regering moet weg, want dit is één zootje. Lees dat artikel en dan zal je het met mij eens zijn. Laat ik het maar zo zeggen. En dan, wat hebben we nog meer in het nieuws? Nou, eigenlijk wat ik een beetje schokkend vind, dat meen ik serieus, is dat die leider van de Franse linkse partijen, meneer Mélenchon, die wil premier van Frankrijk worden. Een grotere jodenhater, een grotere antisemiet bestaat er niet. En kan je je voorstellen dat die man dan premier van Frankrijk zou worden? Hij gaat het nog voor elkaar krijgen ook, dat zal je zien. Want hij zorgt gewoon dat hij een meerderheid met één of twee andere partijen in het parlement krijgt. En dan zou je zien, dan krijgt Frankrijk een leider die gewoon Israël van de kaart wil vegen. Zo gaat Europa eruit zien. Ja, en dan is in de Jeruzalem Post is een artikel verschenen die aangeeft hoezeer de Verenigde Naties corrupt is. Inclusief mevrouw Kaag, want ze staat pontificaal op de foto. Want alhoewel het 7 oktober, dus 9 maanden geleden, is dat dat bloedbad plaatsvond. En dat er op dit moment nog steeds 120 Israëlische gijzelaars hopelijk in leven in handen van Hamas zijn. Beweert de Verenigde Naties, inclusief de commissie waar mevrouw Kaag in zit, dat Israël niets doet voor de humanitaire hulp voor de burgers in Gaza. En beschuldigt Israël ervan opzettelijk humanitaire hulp achter te houden. Dat is dus de Verenigde Naties van mevrouw Kaag. Eén corrupte bende is het gewoon. Echt waar, geloof me. Als je dat artikel gelezen hebt, dan zeg je, wat een vies zootje is die club waar mevrouw Kaag in zit. En dan zegt mevrouw Kaag van de week in de NRC, ja, ik ga in Gaza wonen en me inzetten voor de Palestijnen. Nou, ze gaat helemaal niet in Gaza wonen, want ze is nog te bang voor vuurwerk, was ze in Nederland. Maar lees dat artikel in de Jeruzalem Post, want op basis van die uitspraken van die commissie van de Verenigde Naties, dus inclusief mevrouw Kaag, die hebben medegeleid tot een reeks van aanbevelingen
door het internationaal gerechtshof. Die hebben daar gebruik van gemaakt in die genocideprocedure die Zuid-Afrika tegen Israël had aangespannen. En waardoor die aanklager van het internationaal strafhof, meneer Karim Khan, ook zo'n lekkere Europese naam, arrestatiebevelen gaat uitvaardigen tegen Netanyahu en de minister van Defensie, Gallant. Gewoon op valse beschuldigingen van mevrouw Kaag en haar club. Maar goed, de wereld gelooft dat schijnbaar. En dan heeft Hamas zich uitgelaten over de uitspraken van Netanyahu, maar ook over de onderhandelingen of over de gevechten die gaande zijn in Gaza. Want ze zeggen heel duidelijk, de handelingen van het Israëlische leger in Gaza en de uitspraken van meneer Netanyahu maken het mogelijk dat de onderhandelingen over een eventuele gijzelaarsdeal zullen gaan mislukken. Dus niet alleen Netanyahu is erop uit om die onderhandelingen te laten mislukken, maar ook meneer Ismaël Haniyeh, de leider van Hamas, die met 4,5 miljard dollar in Qatar woont. Qatar, het land, de sponsor van zoveel projecten, sportevenementen en wat niet meer. Het EK24, wordt gesponsord door Qatar. De Formule 1 race wordt gesponsord door Qatar. Wat wordt eigenlijk niet gesponsord door Qatar? Eigenlijk. En Amerika, minister van Buitenlandse Zaken, heeft bekendgemaakt dat op basis van een rapport Qatar wordt beschuldigd van antisemitisme. Goh, wat een verrassing. Jawel, Qatar in de schoolboeken waaruit onderwezen wordt op de scholen in Gaza barst het van antisemitisme en jodenhaat. En moet eigenlijk Israël van de kaart worden geveegd. Kan je lezen in de Jeruzalem Post. Als het je interesseert en als je dat nog niet wist. Wat duidelijk is geworden is wie eigenlijk zorgt dat ene meneer Biden zich opnieuw verkiesbaar stelt voor het presidentschap. Nou, dat is zijn lieve vrouw Jill. Jill Biden die staat helemaal achter haar man om opnieuw president te worden. En niet alleen Jill, maar de hele familie Biden gaat er alles aan doen om hem president te laten worden, staat in de Times of Israel. Maar ik zag het ook al in de Telegraaf staan bijvoorbeeld. Dus dan weet je hoe het zit. Die man dan, die mag dan niet meer uit zijn woorden komen. Dat interesseert de familie gereed, zolang ze maar in het Witte Huis kunnen zitten en aan de touwtjes kunnen trekken. Zo werkt de politiek in Amerika. Dan zegt een hoge ex-Sinn Bet official, dan moet ik even naar zijn naam zoeken, Yossi Amrozi, en die is ook lid van de IDSF-veiligheidsgroep, die zegt als jullie regering meneer Abdullah Barghouti vrijlaten, die man die zit een gevangenisstraf uit van 66 keer levenslang. 66 keer levenslang. Als je die laat vrijlaten, als je die vrijlaat, dan laat je de volgende meneer Sinwar vrij. Want hij is eventueel nog erger. Dus doe dat niet. Want ga stemmen op binnen de regering Netanyahu om hem maar vrij te laten. Ja, nou, dan ben je dus echt van de aap gelogeerd. En dan, om nog een keer duidelijk te maken hoe eensgezind deze regering is. Het Hoge Rechtshof is een onderzoek begonnen naar het gebruik van het detentiecentrum CD Tijman. Dat is daar namelijk niet voor geschikt. En daar zitten al langer tijd Gazaanse terroristen gevangen. En andere gevangenen die tijdens de oorlog in Gaza gevangen zijn genomen.
Waarvan meneer Ben-Gvir zegt, nou dat is een prima detentiecentrum. De procureur-generaal zegt nee, dat moet dicht. Ben-Gvir zegt nee, dat blijft lekker open, want ik wil niet dat ze in luxe leven, die gevangenen. En dat ze daar geen goed leven hebben, dat interesseert me geen bal. Dat blijft open, hij gaat daarover. Wat zegt Netanyahu vanmorgen tegen het Hoge Rechtshof? Het militaire detentiecentrum CD Tijman mag alleen gebruikt worden voor kortdurende detentie en ondervraging van veiligheidsgevangenen. Dat is het verhaal wat Netanyahu aan het Hoge Rechtshof vertelt. Geheel in tegenspraak met zijn minister Ben-Gvir. Zo werkt dat dus. En dan heeft de Jerusalem Post bekendgemaakt dat de grootste hack ooit van paswoorden, ruim of bijna 10 miljard inloggegevens, die zijn gehackt. Die zijn bekend bij een groep die zich noemt Rocky U 2024, Obamacare, staat er op de poster. Die hebben 10 miljard unieke wachtwoorden gehackt. En ben je daardoor gehackt, dan is het advies om zo snel mogelijk al je wachtwoorden te gaan veranderen. Doe dat voordat het te laat is, want dan ben je echt in de aap gelogeerd. En dan de IDF, die heeft een rapport inmiddels na onderzoek naar de gevechten op 7 oktober in Kibbutz Be'eri. Want in Kibbutz Be'eri ging alles fout wat maar fout kon worden gaan. Onder andere tanks die kibbutzhuizen hebben beschoten, waardoor mensen Israëli's zijn omgekomen. Nou, dat rapport is inmiddels bekend, wordt nog niet gepubliceerd, wordt wel binnenkort aan bewoners van die Kibbutz Be'eri gegeven. Maar mag pas naar buiten komen, zegt de IDF, op 7 oktober. Dus we moeten daar nog heel lang op wachten. Maar het is een zeer negatief rapport over de eenheden, IDF-eenheden, die in Kibbutz Be'eri op 7 oktober aan het werk waren. Dat ziet er niet goed uit. En Netanyahu weigert dit rapport aan een staatsonderzoekscommissie te geven. Hij wil niet eens dat er een onderzoekscommissie komt, want dan krijgt hij ruzie met meneer Ben-Gvir en meneer Smotrich, die dat namelijk niet willen en gedreigd hebben. Wij stappen uit deze regering en dan ben je je meerderheid kwijt en dan ben je je baan kwijt. Nou, daar wil Netanyahu niet naartoe natuurlijk. En het wordt dus niet door een staatscommissie verder onderzocht. Heel jammer, want normaal gebeurt dat altijd. En dan was er een Londense gallery, Metamorphica Studio, die Maria Sarkisjans, een Russische kunstenares die in Israël woont, weigert haar bijdrage in de tentoonstelling op te nemen, omdat zij op 7 oktober haar medeleven had uitgesproken met de slachtoffers van Hamas op 7 oktober. En dat vond deze gallery, Metamorphica, vond dat niet juist. Je hoort je daar niet je medeleven over uit te spreken. Inmiddels is ook bekend geworden, Airbnb heeft al excuus aangeboden en schadevergoeding aan een Israëlische familie die geweigerd werd door een Engelse familie waar ze een appartement hadden gehuurd. Toen die familie hoorde, kan je lezen in de Engelstalige Ynet, dat andere verhaal over die gallery in de Times of Israel. Toen die familie namelijk hoorde dat de boeking uit Israël kwam, zeiden ze sorry. Wij wisten niet dat jullie uit Israël kwamen en wij willen geen genocideplegers. Wij willen geen zionisten. Airbnb heeft die familie inmiddels van de lijst geschrapt. Die kunnen niet meer verhuren via Airbnb en een alternatieve appartement aangeboden waarbij zij de kosten dragen. Vind ik weer een hele mooie service. En dan nog even dit. Inmiddels is er een wat oudere
video of vlag verschenen van Extinction Rebellion, zoals ze dat noemen. En op die, die Extinction Rebellion, die dus afgelopen zondag het Israël Productencentrum van Christen voor Israël hadden beklad, daar is een foto op verschenen, waarbij je dus kan zien dat Extinction Rebellion helemaal niet met het milieu bezig is. Wel nee, die zijn helemaal niet met het milieu bezig. Dat is gewoon een politieke actiegroep die Netanyahu beschuldigen van genocide. Nou mag je over Netanyahu denken wat je wil, maar genocide wordt er niet gepleegd in Gaza. Klaar. En die Netanyahu gearresteerd wil zien, die hebben een foto, er is een foto verschenen van een groep medestanders van Extinction Rebellion bij het internationaal gerechtshof in Den Haag. Dat zou in oktober zijn gebeurd. En daar zeggen ze op, Netanyahu is een oorlogscrimineel, een war criminal, en ze wuiven daar vrolijk met de Palestijnse vlag. Nou, zeg mij nog maar dat dat met milieu te maken heeft, toch? Goed, dan gaan we nu kijken of we die dubbelgesprek voor elkaar kunnen krijgen. Ik ga dus met Amanda Kluveld en Eli Sapir praten. Eli doet dat in het Engels, maar voor de meesten is dat geen probleem, denk ik. En ik zal zoveel mogelijk proberen te vertalen. Het gaat dus over de Jodenhaat en over hun onderzoek wat ze gedaan hebben. Ze werken beide in hoge functies op de Universiteit van Maastricht. Dus zijn bekend met wat er op die universiteit ook gebeurt. Dus als jullie een ogenblikje hebben, kom ik zo dadelijk bij jullie terug. Momentje graag. Nou, het is mij ook nu weer gelukt, ondanks dat het een dubbel gesprek gaat worden. Ik hoop dat dat allemaal goed blijft gaan. Maar ik heb aan de andere kant van de lijn in Maastricht, het mooie Maastricht, Amanda Kluveld en Eli Sapir. Good afternoon, you both. Good afternoon, Joop. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag, Amanda. Ja, het gaat gedeeltelijk, voor de luisteraars dan even, gedeeltelijk in het Engels. Eli is een Israëli die werkt op de Universiteit van Maastricht als wetenschappelijk onderzoeker. En eigenlijk gaat het over het artikel wat we gepubliceerd hebben, wat jullie beide hebben geschreven over de Jodenhaat in Nederland, maar eigenlijk niet alleen in Nederland. Eigenlijk hebben we het over Jodenhaat. Jullie noemen het dan antisemitisme in heel Europa. Wat alleen maar erger zal gaan worden, ben ik bang voor, na wat er afgelopen zondag in Frankrijk is gebeurd met de verkiezingen. Amanda, maakt, laten we zeggen, antisemitisme mee op de universiteit. Ja, ik heb het zelf ook meegemaakt, want Eli en ik zitten op dezelfde faculteit, weer on the same faculty. En die faculteit is natuurlijk ook bezet geweest. En wat mij toen is opgevallen, is dat er een enorme jodenhaat verpakt in anti-zionisme daar heeft plaatsgevonden. Ja. En dat is een soort beschaafd schaamdoekje voor antisemitisme. Jij noemt het jodenhaat, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat antisionisme, dat worden eigenlijk gediscrimineerd. Sionisten, die mogen niet op deze universiteit zijn, die mogen er helemaal niet zijn. Die worden nazi's genoemd, er worden in het Arabisch leuzen gescandeerd over dat iedereen, de hele wereld, sionisten haat. En ik heb het buitengewoon schokkend gevonden dat daar eigenlijk niet bij opgepakt
tegen opgetreden wordt. Want ik heb ook geprobeerd om daar een klacht over in te dienen. Ik geloof helemaal niet in interne klachtenprocedures op universiteiten, maar mij werd gezegd dat dat toch wenselijk was, dat ik dat zou volgen. Dat heb ik gedaan. Nou, men begrijpt helemaal niet. Ik moet dan eerst gaan uitleggen waarom het erg is als er staat van hier geen Zionisten. Of, ja. Wij haten Zionisten of wat dan ook. En dat is nog steeds gaande op dit moment? Of nee, is het de zitting is afgelopen, maar... Nou, laten we zeggen het antisemitisme. Is dat nog steeds merkbaar? Ik vind dat nog steeds merkbaar is, met name nu op social media, hè, Job. Ja. Maar het erge was dat ik lange tijd het idee had dat ik in mijn eentje stond aan de Universiteit Maastricht. Maar gelukkig ben ik toen in contact gebracht met Elie Shapir. Ja. Dan voel je je toch... Dan is het toch wel heel fijn om de dingen met elkaar te bespreken. Dat is ook de reden dat Bas Belder en ik dachten van... we gaan een aantal vragen hierover stellen. Ja. En wij zouden eigenlijk ook natuurlijk best op basis van de antwoorden die hij heeft gegeven... eens in Den Haag willen spreken. Omdat ik denk dat op dit moment die gesprekken vooral worden gevoerd... met mensen die niet in de Medine zitten, zullen we maar zeggen. Ja, buiten de grote steden. Hebben wij een ander perspectief. Ja, ja, ja. Elie? Yes, yeah. I can hear you well. Okay. You're an Israeli living 10 years here in, or living 10 years and working 10 years as a social researcher in the University of Maastricht. Were you shocked by what happened after October 7 in Holland and other European countries? Well, I mean, I wasn't shocked. I wasn't shocked because there is a very clear pattern. Whenever something terrible happens, usually a terrorist attack or a series of those attacks against Israel or Israelis or Jewish people or others, and Israel, of course, must respond in a decisive fashion, then there is always a wave of protests. These protests do not need any excuse. These protesters have signs and placards ready, stored in their cupboards, ready to be pulled out at the right moment. And they also usually have their own supporters and organize in a very similar fashion throughout coalitions. Yes. So this is not a surprise. What was the big surprise was first how surprised the institutions that were not supposed to be were. And those institutions were government institutions, city institutions, and unfortunately for us all, universities as well. Universities who were unable to anticipate the level of hate that will be expressed and also expressed on their campuses, did not know what to do, and instead of trying to do the right thing, they have tried to take the worst behavior and appease the people who have violated public order. Yeah. This response from universities actually increased the problem. Because once they saw those protesters, they can act with no limits. They broke the university's rules as a first step, and when they saw that the universities are still standing idle and letting that happen, they continued, and this escalated very quickly. Yeah. Let me translate it very shortly. Okay. Wat Elie zegt, heel in het kort, hij was niet verrast door het antisemitisme. Hij was verrast eigenlijk meer hoe er werd gereageerd door de overheid, maar ook door universiteiten die dat in het begin, dat hebben we allemaal kunnen zien, eigenlijk toelieten. Amanda, ik wil van jou weten, was jij verrast dat de universiteit waar jij werkt dat gewoon toeliet en het eigenlijk toejuichte, min of meer, als ik het zo mag zeggen? Ze deden er niks tegen. Ze lieten het gewoon toe. We zagen het ook op andere universiteiten natuurlijk.
Ja, nou ja, toen was er eigenlijk al heel veel gebeurd, hè, met name in Amsterdam. Dus in die zin was ik er wat minder verbaasd over. Maar ik bleef er wel, zeer akelig vinden omdat ik dat zag. Omdat ook, ik zie dat met name de geesteswetenschappen en de menswetenschappen langzaam veranderen in een soort activistische opleidingen. En dat ook er geen, onder het mom van een academisch debat, er gewoon leugens en Hamas-propaganda werd verspreid op universiteiten. 7 oktober werd gevierd in flyers. En pas heel laat, echt weken later, toen mensen daarover bleven doorgaan, is daar pas in Leiden bijvoorbeeld op ingegrepen. Ja. Maar ondertussen werd gewoon 7 oktober gewoon gevierd in flyers. Ja. En in collegezalen. En ik vind het beangstigend, moet ik zeggen. Dat kan ik me voorstellen. En voel jij je nu veilig op deze universiteit? Voel je je veilig als je naar je werk gaat? Laat ik het zo simpel zeggen. Of heb je toch die angst in je achterhoofd van, nou, wat zou er vandaag gebeuren? Nou, ja, ik... Ik ben niet heel bang aangelegd, maar ik ben wel bezorgd. Ja. Ik ben vooral bezorgd over dat wanneer je een redelijk standpunt inneemt, dat is overigens niet alleen zo bij dit standpunt over Israël en wat daar gaande is, maar ook aan verwante zaken. Bijvoorbeeld toen de revolutie in Iran, waarbij al die vrouwen werden opgepakt en verminkt omdat ze hun hoofddoek afdeden. Dat was ook iets wat eigenlijk onbespreekbaar was op de universiteit. En het is dus niet zo dat je je fysiek onveilig voelt, maar wel mentaal ergens. Ja. Omdat je weet dat je eigenlijk afgewezen wordt. Je weet dat er klachten tegen je ingediend worden, dat mensen over je roddelen, dat ze je kapot proberen te maken. En dat hoort er allemaal bij, kennelijk tegenwoordig. Maar dat is mijn antwoord op je vraag. Het is zoals het is. En dat merk je bij studenten waar je mee werkt? Op dit moment heb ik een tijdje geen les gegeven dat ik omdat ik eventjes een sabbatical heb gehad. Okay. Nee, ik merk het wel, de spanning wel bij collega's. Dus ik heb toen meteen na 7 oktober op LinkedIn gezegd dat ik voor Israël, dat ik naast Israël sta, of daar stand by Israël, en dat ik voor Israël zou bidden. En daar werd ik meteen op aangesproken door collega's die ik eigenlijk nooit had gesproken, waarin ze zeiden dat ik het verkeerde voorbeeld gaf als docent en dat ik dat niet mocht zeggen. Ja, ja. Nou, ik vind dat zelf heel ver gaan. Dat gaat inderdaad ver. Ja, dat gaat inderdaad ver. Ja. Ja. Eli, coming back to you. People in the university, they know you're from Israel, you're Jewish. Has that an impact on you? How do they treat you? Well, I mean, you know, none of the policies universities may try to put forward are not designed on purpose, are not designed to single out one person. This would be too easy because this would be a discrimination and they would be very, very cautious with this kind of behavior. Yeah. And I also don't think that they think that what they're doing or what they're pushing is in fact a form of anti-Semitic behavior in terms of the double standards they introduce, in terms of the dehumanization they're tolerating and the demonization of the state of Israel and its people. So you feel safe, let's say, at work? Oh yeah, I feel safe because you know, professors are safe. Students yes. will not usually make anything bad to professors. Students, however, do not feel safe, and in many cases they came up and tried to speak out and talk about their problems. Yeah. Many of them do not feel that they were listened to. And you know students in Maastricht, you work in Maastricht, students on the University of Maastricht who doesn't feel safe anymore because they are Jewish. That avoided coming.
Sorry, please go ahead. Yeah. No, go ahead. Go ahead. There were students that avoided coming to the faculty during the protest because they did not feel safe. Uh-huh. And they feel safe now? That said that slurs was, well, now it's summer holidays, so of course, the protesters used this time to unwind, recharge, and prepare for the new semester. Mm-hmm. So now it's hardly an issue in Maastricht. Of course, it is in other cities, but I think here they're all waiting for the new academic year. And then how it will start, I don't know. If protests will be renewed, I don't think Jewish students would feel safe under these conditions. Uh-huh. And did you feel in your neighborhood where you live, did you feel any anti-Semitism? Because this is the point. Well, yeah. The toxicity you can feel within my own faculty is nothing I saw outside in the street. I mean, I have been speaking with people, and some of them even didn't agree with Israel's policies and so on. But this was all on a civic manner. Yeah. No idea. There was no element of intimidation or trying to harm or trying to make generalizations that are unfounded. So the vast majority of people are actually normal people. They actually understand that this is a complex situation. It's a small group. It's a small group, actually. Exactly. A small and a very, very loud one. Yeah. Yeah. We have seen it now with... The problem lies with many people who do not sympathize with these ideas, yet do not see the danger of letting those ideas roam out freely like that. Yeah. And do you know of Jewish colleagues leaving Holland? Well, I've heard about Jewish colleagues who are planning, who are thinking about these things, and I mean, I haven't known about anyone who specifically took this act, but I would not be surprised if the situation continues being like that. Yeah. You will stay in Holland? I will stay for now, but of course, you know, we always need to open our eyes and look around and see that, you know, the situation is still as safe as we know it, I think it is. Yeah. I really dread the situation where Jewish people would feel unsafe in the Netherlands, because as we all know from history, when the Jewish community feels unsafe and starts leaving, this is usually a very, very bad sign. Yeah. Let me give a brief translation. Yes. In het kort zegt Eli hier... ten eerste, hij is niet van plan, voorlopig althans, niet van plan Nederland te verlaten. Hij weet van Joodse collega's, werkzaam in Nederland op universiteiten, die dat wel overwegen. Maar het is een hele kleine groep die deze antisemitische acties uitvoerde. En er wordt eigenlijk gewacht, de universiteiten zijn nu op vakantie, wat het nieuwe academische jaar gaat brengen, wat dan september begint. En hoe de situatie dan is, niet alleen in Israël, maar ook natuurlijk in Europa. Amanda, we hebben de overwinning van extreem links gezien in Frankrijk. Waar een, ja, hoe zal ik het zeggen... Een uitgesproken antisemitische leider, linkse leider, zegt: ik wil premier van Frankrijk worden. Hoe zie jij dat gevolgen hebben voor, nou, laten we zeggen, de universiteiten in Nederland? Nou ja, wat ik eigenlijk, wat Edi net eigenlijk ook al een beetje aangaf, is dat een groot verschil is tussen wat... Zomaar zeggen, de mensen die de definitiemacht hebben in de media en aan de universiteit en in de politiek denken. En hele gewone mensen. Ja. Dus die zijn wel degelijk in staat om gewoon kritiek op Israël te leveren. Zoals je dat ook zou kunnen doen. Kritiek op, ik wil, Frankrijk of zo. Zonder dat je daarmee vervalt in onredelijkheid en antisemitisme. Ja. En dat hebben we ook gezien bij het Songfestival, waar Eli ook veel over weet. Dat de jury, die gaf geen punt, bijvoorbeeld in Nederland, aan Israël. Maar het volk ging zijn geld besteden. Ja, dat kostte wel 20 euro als je 10 keer wilde stemmen. Ja. Om voor Israël te stemmen.
Dus ik denk dat we door dit soort overwinningen ook steeds meer een verschil gaan zien. Dus dat er weer een kloof op een ander gebied gaat ontstaan. Ja. En ik denk dat dat weinig goeds brengt eigenlijk. Nou ja, kijk, beter zou het zijn als de elite zou begrijpen wat ze nu precies aan het doen zijn. Ja. En hij is ons gewoon Hamas-propaganda aan het verspreiden. Ja, nou ja, kijk, je ziet dat racisme natuurlijk bijvoorbeeld vanmorgen bij de NRC, hè, waar een columnist, Karin Ahmad Moukrim, moeilijk woord om uit te spreken, zei van: als ons oranje het veld opkomt, zie ik overwegend bruine jongens. En volgens haar, volgens deze Karin, mag je dan ook niet juichen voor het Nederlands elftal als je PVV stemt. Nou, ik vind dat zuiver racistisch. Klaar. En dat zie je natuurlijk ook terug in de houding van, ja, dit soort columnisten richting de Joodse gemeenschap. Ja, nou ja, het is inderdaad ook puur racisme. En het is ook buitengewoon ongeïnformeerd en laag. Ja. Dat is hetzelfde als wat in de Kamer gebeurde, dat Geert Wilders een antisemiet werd genoemd. Dat is belachelijk. Ja, dat maar is daarmee. Nee, precies. En daarmee zie je dus gewoon hoe Israël op wat voor manier dan ook. En de situatie in het land gebruikt wordt door deze mensen om een aanval te doen op de regering die ze niet zien zitten. Ja. In dit geval ja. De rechtse regering in Nederland. En ik denk dat dat juist gevaarlijk is, omdat de extremen elkaar nu op deze manier gaan bevechten. En zoals dat altijd al is geweest in de geschiedenis, daarbij zijn Joden altijd slachtoffer. Ze worden ook ingezet, ze worden gebruikt. Dat is altijd soms wat je verweten wordt als je voor Israël opkomt. Van ja, dat komt alleen maar omdat je tegen de islam bent of wat ook, weet je wel. Maar nooit wordt er zuiver naar de zaak gekeken. Nee. Zonder propaganda. En dat wij daar niet meer toe in staat zijn, daar maak ik me zorgen over. Ja, kan ik me voorstellen. Eli, let me come back to you. A question you also answered already in that article in israelnews.nl. Yes. There are calls to boycott partnership with universities and researchers in Israel. Actually, you can say it is, let's say, connected to the influence of BDS. What do you think what will happen? Will universities in Holland really, in the new academic year, disconnect from their Israeli partners? Well, I mean, universities are, you know, have put themselves in a very awkward situation. Yeah. Instead of stating clearly, our job is to teach and do research, they pretended to be diplomats or arbiters or judges, and they said, yeah, let's start a dialogue. Now, starting dialogues is always good if there's a point to do it. Yeah. In this case, there was no point. Now that they have put themselves in this situation, the protesters are basically holding them with the boot to their neck, waiting to see what concessions will they do for them. So the universities will feel like they have to do something. What is important, of course, is to make universities accountable and make sure that they do apply, if they do develop these nonsensical ethical tools, apply those tools against our partners who really deserve our scrutiny. And not a democracy like Israel. But do you see that they will work together with the Israeli universities in the new academic year, or is it really disconnected? Working together is something that we can interpret in many different ways. I don't think that they mean working together in a real partnership, trying to see what can be done together. What I think is going to happen is that they're going to come up with a policy that would likely be challenged legally on the basis of discrimination, because they are going, in fact, to engage in acts of discrimination. Yeah. I also think that they will be challenged politically, because
You know, democracy holds, and none of those people in those ethical committees represents anyone in society or even in the university. So they will face a lot of challenges. I'm personally very hopeful about the prospects of stopping this process, but I'm sure that they're going to push as hard as they can. Okay. Let me go back to Amanda with the same question. First, I will give a short translation. Eigenlijk wat Eli hier zegt in het kort is van hij maakt zich zorgen over mogelijke boycotts, niet samenwerken met Israëlische collega's. Maar het nieuwe academische jaar zal het uitwijzen. Daarnaast boycotten op basis van dat ze Joods zijn. Dat brengt natuurlijk discriminatie met zich mee. En dat zullen ze proberen te voorkomen. Amanda, hoe zie jij dat? Denk jij dat universiteiten in Nederland werkelijk hun dreigementen gaan uitvoeren en Israëlische onderzoekers en universiteiten gaan boycotten? Ja, dat denk ik. Maar natuurlijk inderdaad via een omweg, hè, via zo van die ethische commissies, waar natuurlijk allemaal mensen in zitten die toch wel een bepaald idee hebben, want anders ga je niet in zo'n ethische commissie zitten. Ja. Kijk, waarom denk ik dat? Ik denk, er is al één grote fout gemaakt door de universiteiten die ik echt onbestaanbaar vind. En ook onbestaanbaar dat de minister, voormalig minister van Onderwijs en Wetenschappen, daar niets over heeft gezegd. En dat is namelijk toen Thierry Baudet bij zijn overwinningsspeech bij de Provinciale Statenverkiezingen zei dat onze universiteiten onder meer en journalisten, maar universiteiten de samenleving ondermijnden en niet beschermden wat ze moesten beschermen, was het huis te klein. Ja. De ene columnist na de andere viel over hem heen, wat voor dit nou toch terecht overigens voor waardeloze opmerking was. Nu worden de universiteiten dus al sinds het uitbreken van de oorlog beschuldigd van medeplichtigheid aan genocide. En er is nog geen enkele universiteit geweest of wat voor autoriteit dan ook die heeft gezegd dat werpen wij verre van ons, deze beschuldiging. Dus met andere woorden, zij hebben die beschuldiging aanvaard. Ja. Daarmee hebben ze aanvaard dat er genocide zou worden gepleegd. En dat er zoiets is als medeplichtigheid door samenwerken met individuele wetenschappers en met Israëlische universitaire onderzoeksinstituten. Ja. Dus dat is al de fout die gemaakt wordt. Daar is een rot al aan het begin. En nou komen er van die ethische commissies die dan een schijn van objectiviteit hebben, maar waar je nu eigenlijk mee bezig bent, is het beoordelen van een land, dan wel een beoordelen van een zusterinstelling in een ander land, en de pretentie hebben dat je dat kunt doorgronden. Ja. Want laten we nou eens even kijken, er wordt ook samengewerkt, bijvoorbeeld aan mijn universiteit, zowel op onderzoeks- als onderwijsgebied, met de Universiteit van Teheran. Oh. Zijn wij dan in staat om te beoordelen hoe die universiteit nou precies verbonden is met het regime of niet, en wat wij daar dan van vinden. En waarom worden die ethische commissies nu opeens opgericht, terwijl wij al jarenlang met China, met Iran en dergelijke samenwerken. En daar zal ook met China, daar zullen de universiteiten echt niet mee willen stoppen. Nee. Want dat brengt ook, ik wil dat allemaal. Het is allemaal hypocriet eigenlijk. Want je werkt aan de ene kant dus samen met een universiteit die onder het bewind van de Ayatollahs valt. Die geen scheet kunnen laten zonder dat de Ayatollah daar goedkeuring aan geeft. Maar op basis van niet bevestigde bewijsmateriaal, want het komt alleen maar van Hamas, die daar PR-technisch gezien heel handig gebruik van heeft gemaakt, wordt er gezegd, er wordt genocide gepleegd. Nou, er is nog geen enkel onafhankelijk instituut geweest die het juiste aantal doden in Gaza heeft kunnen tellen. Waarom niet? Omdat Hamas gewoon zelf met wat cijfers komt. Een aantal maanden geleden opeens zei, 11.000 mensen bestaan niet, die zijn niet dood.
Want die hebben nooit bestaan, dus die kunnen nu ook niet slachtoffer zijn. Maar er wordt nog steeds van uitgegaan dat er genocide wordt gepleegd. Ja, precies. Dus ik denk dat universiteiten helemaal niet zijn uitgerust voor deze taak. Nee. Maar ook nog vooral principiëler dat het niet hun taak is om dat op deze wijze te gaan doen. En een speler te worden in de geopolitieke wereld. Wat ja, een raar Calamiro, er is zo'n muis en zo'n olifant van, dat stampen we lekker. Dat is raar. Ja. Want wat willen ze nou? Ze willen dan eigenlijk invloed gaan uitoefenen via die instituten. Om dan te zeggen, nou dan moeten we die krachten die tegen de oorlog zijn versterken. Nee, dan moet je er helemaal niet mee bemoeien. Precies. Ten tweede heeft het nog een andere iets. Namelijk dat ze zeggen van ja, maar individuele wetenschappers, daar komen wij niet aan. Die mogen gewoon samenwerken. Maar wat nou, als jij zelf die beschuldiging van medeplichtigheid aan genocide hebt geaccepteerd, omdat je samenwerkt met Israëlische universiteiten, dan geldt dat ook. Dan denk jij dat ook over jouw individuele medewerkers die met individuele Precies. Israëlische wetenschappers samenwerken. Precies. Daarbij is het ook nog een zeer, zeer geslepen spel. Ik bedoel, de universiteiten zitten in de moeilijkheden, bijvoorbeeld in Nederland. Hè. Er komt een enorme bezuiniging aan en er komen minder studenten. En misschien wordt er ook nog wel wat teruggedraaid aan het internationale studenten. Dat betekent dat geld heel belangrijk wordt. Nog meer dan voorheen. Nou is het bijvoorbeeld zo dat de Universiteit van Gent zit in een aantal van die Horizon-projecten. En wilde daaruit teruggaan in verband van met de eisen van de demonstranten. Maar kwam erachter dat dat heel veel geld kostte. In plaats daarvan heeft men dus nu naar Europa geschreven, waar die Horizon-projecten resideren. Om te vragen of ze Israël eruit willen gooien. Dat is dus. Dan kunnen ze hun geld houden en ze kunnen het geld van Israël afpakken. Zo wordt Israël dus eigenlijk steeds meer droog gemaakt. Ja. Langzamerhand wordt de leeuw van Israël, om het maar eens even zo te zeggen, krijgt de hele tijd van die kleine hyena-beetjes. Het probleem is dat als zo'n prachtige leeuw 1000 beten heeft gehad, die een keer door zijn poten zakt. En daar is waar men bezig is. En dat zouden universiteiten niet aan mee moeten doen. Maar dat doen ze wel. Maar dat doen ze wel, ja. Ja. En nog niet eens bewust altijd. Nee, precies. Precies. Eli, one last question. How do you see the future for Jews in Holland? And Jews actually in Europe? That's a very hard question. It is. That's why I am asking you. It has two parts because if you think about it, both Jews are changing and Europe is changing. If these changes will go in a similar direction, then I think this will be a good match. Jews have always been part of Europe. If you take out very, very bad periods, Jews contributed to Europe. Jews helped forming European cultures, ideas, and those ideas are still with us. But Europe is changing. And it's changing in directions that sometimes are not welcoming Jewish people. And Jewish people are not going to stay where they do not feel safe. There are places that are mourning on the loss of their Jewish communities today, mostly, by the way, in the Arab world. There's a clear recognition that something very bad happened to this country when the Jewish people left it. Yeah. Now, this is a very early stage to predict some very dark predictions like that, but this is something that is on the mind of a social scientist that lives in Europe relatively well off, yet I still think about these things. And this is what we need to understand. This is not some panic driven by grim history. This is something that many Jewish people see as their reality or part of their possible reality. And you as an Israeli Jew living in Holland, you feel this? Yes. You see this? After, let's say, what happened in France? Well, no, I don't see that, but I still look around. I don't think that we can afford ourselves, based on our history and our experiences, to
assume everything will be okay, because this is a very dangerous assumption. Yeah. So now, right now, I don't see an imminent danger that would force me to take an action, but it is not out of the question that this may happen. No. Unfortunately. Let's say you keep your eyes open. Always, yes. Yes, yes, yes. Amanda, één vraag nog aan jou. Hoe belangrijk zie jij samenwerking op academisch niveau tussen Nederlandse en Israëlische universiteiten? Ik vind dat van het grootste belang. En ik zou zelf, dus in mijn eigen onderzoek, gewoon niet zonder kunnen. Ik heb zeer goede contacten, maar daar wordt mijn eigen onderzoek ook beter door. Ik wil niet zeggen dat dat andersom per se ook zo is, maar toch wel. Ja, ja. Want door mijn onderzoek heb ik bijvoorbeeld meer dan bijna 2000 namen gevonden die bijvoorbeeld Yad Vashem nog niet heeft. Dat zijn mensen waar ze nog steeds naar op zoek zijn van, ja, die zijn vermoord of gevlucht. Gedurende de Shoah. Ja. Dat zijn belangrijke samenwerkingen. Maar ook op ander gebied natuurlijk, hè, techniek en medisch. Dat lijkt mij dat gewoon een hele slechte deal, als je het alleen al zo bekijkt. Hè. Ja. Dus dan moeten we maar iets meer de koopman zijn dan de dominee, lijkt me. Ja, precies. Nou hebben we één probleem, dat we met een tijdlimiet zitten. We zitten al, deze podcast met het gedeelte wat ik daarvoor heb gedaan, zit al royaal over de 50 minuten en ik wil altijd binnen het uur blijven. Ik denk dat we binnenkort... Het is mijn schuld. Nee hoor, is mijn schuld. Ik denk dat we binnenkort een aparte podcast aan dit onderwerp gaan wijden. Want ja, we kunnen nog wel uren doorgaan op deze manier. Maar ik vond het fijn jullie beiden, Amanda en Eli, aan mijn inmiddels beroemde keukentafeltje te hebben. En ik weet zeker dat deze podcast ook nu weer door iedereen met aandacht beluisterd gaat worden. En ik wou jullie enorm bedanken hiervoor. Jij bedankt, Joop. Ik vond het ontzettend geweldig dat ik met mijn collega Eli in... At your kitchen table, yeah. Is the best experience ever. Amy, I have to agree with that, yeah. Okay, I hope to speak to both of you very soon. We will plan a date and then we do a podcast only about this subject, so we have more time. That sounds like the plan. Thank you very much. Okay, thank you, guys. Thank you. Dag, ja. Bye. Dag. Bye. Bye-bye. Ja, dat was een heel interessant gesprek met Eli en Amanda. Ik hoop dat het een beetje duidelijk over is gekomen. Het geluid was gelukkig goed. Het toont aan de problemen waar je werkzaam op een universiteit, in dit geval dus de Universiteit van Maastricht, mee te maken hebt. Zoals u net zei, ik ga daar zeker nog een volgende podcast aan wijden. Want ja, er zijn nog veel punten, nog veel meer punten waar ik het over wil hebben. Ik kan jullie verder voor de rest zeggen dat morgen mijn vriend rabbijn Raffi Evers op vele verzoek in de podcast komt. En zijn kijk op de situatie geeft vanuit, laten we zeggen, Joods-orthodoxe hoek. Maar dat is morgen, dus zeg ik zoals altijd... Ik ben er morgen weer. Tot ziens. Tot morgen.